What's Gucci, mensen? Ja, wie rap hier voor een gloednieuwe video? Nou, mensen, sorry voor mijn stem. Ik ben een beetje ziekjes, maar we moeten door. Nou, het is een 30-plus editie. In de comments gaan jullie helemaal hem. Jullie vinden, ja, de leeftijden zijn te jong. Krik die leeftijden een beetje op. Ik dacht, weet je wat? We doen een 30-plus editie. Iedereen hier is 30-plus. Qua leeftijd. Ik kon niet te veel praten. Ik heb mooie dames ready. Ik heb frisse heren ready. Iedereen is lekker fit in zijn klasse pakje. Niet te veel praten, mensen. Vergeet niet te abonneren. Dit zijn mijn socials. Pap. Vergeet me niet te abonneren. Ik kon niet te veel praten. Laten we hem heel klassiek aanpakken. Alleen ben ik mijn stukje vergeten. Maar onder een opperboorsel. Nou, mensen. Ik heb een watertje bij. Want ja, nogmaals. Ik ben ziekjes. Ik kon niet te veel praten. We gaan direct erop in. Die boys mogen komen. Kom maar hier staan. Sluitje aan. Top. Mooi. Nou, dit zijn die heren, mannen. We gaan een beetje, laten we de introductie doen. Vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat verwacht je of zoek je in een vrouw? Ik ben Ashton. Ik ben vaak op social media. Ik hou van een sportschool. I want to find love. Ja, duidelijk. Oké, vertel. Ik hou van vrouwen met krullen, halfbloed. En voor de rest laat ik alles zoals het is en ik kom wat kom. Aangenaam. Strak, vertel. Ik ben Julio, 33 jaar, ik kom uit Rotterdam. In mijn vrije tijd sport ik graag en ik hou van zorgzame vrouwen. Ja toch? Oké, vertel. Ja, je boy, DDQ, we zijn hier en een vrouw moet gewoon loyaal zijn en gewoon doen wat de man graag wil. Maar de man moet ook doen wat de vrouw graag wil, dus dat kan ik voor de vrouw bieden. En verder, ja man, is je boy, DDQ. Is je boy. Vertel. Ik ben Bazamo, ik kom uit Purmerend. Wat een vrouw moet doen is gewoon leuk zijn. Er zit niet echt veel meer aan verbonden dan dat, toch? Zou ik denken. Ja, toch? Met je. Duidelijk. Nou, dat was strak genoeg. Daar gaan we niet te veel praten. Oké, nou. De eerste dame mag komen. Kom eens staan. Kom naast me staan. Ja, vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven? Wat verwacht je of zoek je in een man? Nou, ik ben Sherry, ik ben 34 jaar oud. Ik ben moeder van 3. Ik heb niet echt heel veel verwachtingen. Ik laat het op me afkomen. Ik doe voornamelijk werken, ik heb mijn eigen bedrijf. En ik volg mijn passie en dat is muziek maken. En dat vind ik gewoon leuk om te doen. Wauw. Oké. Nou, zoals je ziet. Iedereen heeft zijn ballon nog over, ik denk dat er best wel interesse is. Ja, zoals je ziet. Wat ik je zei, er is wel interesse. Hoe zou bij haar moeten poppen? Wauw. Ik was zo nerveus, ik heb respect voor alle mannen die hier staan. Oké, laten we één voor je gaan kijken waarom ze niet hebben gepopt. Loop even mee. Vertel, wat is je naam, waarom heb je niet gepopt? Zo, duidelijk. Ashton, ik wil wat meer zien van haar voordat ik het pop. Nee, duidelijk. Jij? Ik ga heel eerlijk zeggen, ik wil je programma niet verpesten, maar ik heb geen punaise. Anders had ik wel gepopt. Oké. Maar het is wel een mooie vrouw. Oké. Maar ze hebben al kinderen. Dat is moeilijk. Voor mij. Ja. Zeker. Dus je pop omdat ze kids heeft? Ja. Niet slecht bedoeld, hè. Ik wens u het beste met die kinderen, maar weet toch. Ik zoek een vrouw zonder kinderen wel. Ja. Oké. Jij? Je komt heel lief over, dus daarom heb ik niet gepopt. Dankjewel. Zou je meer willen weten over haar? Zeker. Oké. Ja? Waarom heb je niet gepopt? Ja. En weet je, ten eerste, die krullen, super tof. Dankjewel. Ik ben zelf kapper en ik weet hoe je met krullen om moet gaan. Het is lastig. Maar wat jij hebt gedaan, je hebt het goed gedaan. Oh, dankjewel. Ja? Daarom heb ik eventjes niet gepopt. En je hebt kinderen, hoor ik. 4? Ja? Nee, 3. 3? Ja. Ik hoop dat je met de rest ook mee kan leven. Ja. Very respectfully. Waarom heb je wel gepopt? Ja, ik moet eerlijk zijn. Ik zag haar. Ik vind haar wel een mooie dame. Maar ze begon gelijk over respect hebben voor alle mannen.
ik like dat niet echt zo, weet je. Dat je respect hebt voor mij is één ding, maar alle mannen, dus is een beetje wild, vind ik. Dus je wil niet dat je vrouw respect heeft voor andere mannen? Ja, kijk, ik bedoel van hoe zij het zei, klonk het zo van, ja, weet je wat, ik heb respect voor deze, ik heb zeg maar een beetje afstand houden van andere mannen, dat vind ik belangrijk. Ja. Bedoelde je het zo? Nee, het was echt gewoon respect voor mannen die hier durven te staan aan deze kant in plaats van daar. Normaal staan de vrouwen hier te poppen en daar komen jullie aanlopen en dit keer is het omgekeerd. Dus het is, je moet wel dapper zijn om hier te komen lopen. Oké, ja, dan heb ik het verkeerd begrepen. Geeft niks. Zo klonk het niet. Ja, sorry dan. Wil je ballon terug? Weet je wat, doe maar. Ik geef ja? Oké, we geven hem een ballon. Voortaan moeten jullie eerst goed de persoon laten uitpraten. Dan weet je wat ze bedoelen voordat jullie poppen of niet. Nou, Shady, de vraag is dan. Wie is wel jouw type? Je mag aanwijzen. Als in uiterlijk? Ja, uiterlijk. Ik val niet op uiterlijk, echt. Sorry daarvoor. Duidelijk. Oké, in principe zijn er nog 4 ballonnen over. Oké, nou. Je hebt 4 ballonnen over. Dus de bedoeling dat je nu wat diepgaande gesprekken kan voeren. Als jij vragen hebt voor deze 4 gasten, mag je ze stellen. Insgelijks. Ja. Waar zien jullie jezelf over 3 jaar? Oké, ga één woord in. Even denken. Hopefully married. Beginnen met kinderen. Hopefully. Heb maar je kinderen? Nee, nog niet. Oh, oké, dan weet ik wat. Maar ja. Ik ben niet zover, dus. Yeah. Oké. Okay. Over 3 jaar, dat mijn bedrijf gewoon, dat het gewoon goed gaat. En dat mijn kinderen gelukkig blijven, zoals hoe ze nu zijn. Mm. Dus ja, over 3 jaar moet hetzelfde zijn als vandaag, maar dan 10 keer beter. 10 keer beter. Hoeveel kinderen heb je? Weet je zeker? Ja, ik hou van kinderen, dus geen probleem. Ik heb er 6. Oh, wauw. What a blessing. Ja. Echt mooi. Ik ben blij dat het niet bij 1 moeder is, want het vond ik wel heel zielig voor haar, hoor. Nee, geeft niks, hoor. En dat snap ik wel. Ja, je snapt het. Ik ben blij dat je het mag. Leuk. En de leeftijdscategorieën? Is tussen de 8 en de 18. En de 18, wauw. Dan grote papa, lieve papa. Oké, volgende. Oké, ja. Jij? Waar ik mezelf zie over 3 jaar. Met jou? Nog een kindje erbij? Nee, ik denk met pensioen. Met pensioen. Oké. Nou, ik denk dat ik al ongeveer weet waar ik op kom, maar ik wil het alsnog weten. Je bent een hele jaloerse, bezitterige man. Ze begint gewoon om andere guys te lachen. Maar we zijn nog niet een item, ja, toch? Ja, nog steeds. Ik vind dat niet belangrijk. Maar een vrouw gaat toch niet in 1 keer verliefd op jou worden in 1 keer? Ja, maar je lacht al om zijn grapjes. Dat is al. Voor mij is dat. Iedereen lacht er mee. Nou, ik lach jij ook een beetje. Ik lacht er niet. Kijk. Je lacht er wel. Ik lach er niet. Nee. Maar het geeft niet. Ik begrijp het. Ik hoop dat op een dag leer je ervan en word je minder zo bezitterig en controle. Het is een fase, maar het hoort erbij. Maar ik snap het wel, hoor. Ik snap dat je er zo over denkt, maar ik ben gewoon niet mee eens, weet je wel. Nee, is goed. Ik heb daar respect Misschien, voor. Misschien is het beter dan dat je uiteindelijk met hem gaat matchen of zo, weet je wel. Zo jealous. Ja. Hij is uncomfortable. Ja, hij is echt direct. Het is mij of niemand, hoor, jongens. Nee, maar ik vind het wel stoer. Het is stoer. Het heeft iets. Ja, maar ze is wel je type, toch? Ja, zoals ik al zei, is een mooie dame, weet je. Ze heeft mooie krullen, mooi gezicht, weet je. Ze kijkt vrolijk. Dus ze zijn wel belangrijk. Dankjewel. Ja, helaas. Maar een stapje naar het... Oké. Voor de hoes. Oké, nou. Er zijn nog 3 ballen over. Ja. Hebben jullie vragen voor haar? Ja, eigenlijk wel. Je zei dat je niet naar uiterlijk kijkt. Nee. Wat is mostly wat jij wel naar kijkt? De vibe, sowieso het gevoel dat ik bij je krijg. En je doelen die je hebt, de doelen die je hebt, waar je wilt gaan in het leven. Hoe je het leven ziet, je persoonlijkheid. Hoe je staat in het leven, wat je voor jezelf wilt bereiken. Want ik kan wel een vrouw zijn, maar als een man niet is waar die wilt zijn... Dan ben ik eigenlijk, dan heb ik geen toegevoegde waarde tot jouw leven, period. Maar je vindt aantrekkingskracht, dus physically. Ja, je like hoe the je... desire to want to sleep with the person, bijvoorbeeld. Ja, dat maar dat bouw je niet in 1 keer op. Je communicatie, hoe je communiceert. Yeah. Dus echt gewoon wat je zegt, hoe je overkomt. Mm. Dat is voor mij belangrijk. Okay. Maar ben jij wel waar je wil zijn?
Oké, nee, sowieso. Dat mag wel. Wie is waar je wil zijn dan? Wat is je vraag? Ben jij wel waar je wil zijn? Ja, ik, ja, van waar ik ben gekomen. Dan ben je wel zelfverzekerd, want zeg eerlijk, de meeste mensen weten nog steeds niet waar ze willen zijn. Ja, do, ja. Iedereen wil aan de overkant zijn, waar het gras groener is toch? Ja, dat snap ik. Dus ik ben zeg maar waar ik was. Ben ik echt heel blij waar ik nu ben. En ik ga nog blijer zijn waar ik wil gaan nog. Okay, dus daar ben ik dus echt mee bezig. Dat zie je wel, maar ik pap hem nog steeds. Oké, ja, jij bent sowieso achterop, dus dat telt niet. Nee, ja, dat maakt niet uit hoor. Ja, vertel. Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Oké, je bent waar je wil zijn, maar je wil nog... Ik wil nog verder, ja. Oké, waar wil je naartoe dan? Ik wil financiële vrijheid hebben. Dat Wie is... niet? Ja, dat wil iedereen. Iedereen, toch? Ja, en daar dus werk ik ook. Dus dat is niks nieuws. Vertel iets nieuws. Ik werk er heel hard voor. Dus dat is wel iets nieuws, dat je er echt hard voor werkt. En als je echt de tijd ervoor neemt en investeert, verder studeert en dubbele baantjes neemt en goed spaart. En je weet toch, je moet er wat voor doen. Wat is jouw hoofdprioriteit qua baan, wat je nu aan het doen bent? Ik heb mijn eigen bedrijf, dus ik heb meerdere bedrijven. In nu. Wat? Ook een kapperzaak. Wauw, Ja, want je kan pas bij mij komen werken als je weet hoe je moet vegen. Anders gaat het niet werken. Starting from the bottom. Van basis beginnen. Anders gaat het niet. Het is ook administratie. Okay. En voor de rest ben ik nu bezig met echt mijn passie muziek. Dus dat, dat loopt. Dus dat vind ik ook wel leuk. Okay. Ja, Ik ben benieuwd. De rest van de vragen komen straks. Sozie, vertel. De vraag voor haar. Ik heb eigenlijk twee vragen. Wat voor muziek hou je? Voor alle soorten muziek. Ik kan klassiek luisteren voor je en ik kan opeens een rockliedje horen. Het maakt mij niet uit. Daarom ben ik er ook voor gegaan. Muziek ligt me echt bij mijn hart. Ik vind het gewoon superleuk. Tweede vraag. Wat voor eten hou je? Van wat voor eten ik hou? Ik ben geen moeilijke eter. Totaal niet. Niet te pittig, want dat vind ik een beetje moeilijk. Maar voor de rest... ik ben open. Kan je koken? Ja, maar ik wilde vragen, kan jij ook koken? Ja, tuurlijk kan ik koken. Anders heb ik mijn kinderen gaan honger lijden. Okay. Ja, het kan ook afval zijn, toch? Ja, nee. Ik kook gewoon thuis. Dominicaans. Dus, ja. En een beetje Antilliaans ook, heb ik ook geleerd. Okay. Dus je kan een jambo maken en ik kan best wel een stoba maken. En een sakotje kan ik ook gewoon maken. Dus ik ben echt van de old school. Ik voel me wel. Ja. Oké. Nou, heb je vragen voor hun? Warm. Warm popje. Ik zou sowieso liever iemand zonder kinderen. Maar ik wou wat meer weten. Ja, niet dat ik gelijk ga. Ik vind dat een beetje vaag als vrouwen zeggen van dat ze niet aantrekkingskracht niet belangrijk vinden. Want uiteindelijk, als je aan het daten bent of je wil iemand leren kennen, er is wel iets dat jou trekt aan jou. Dus het lijkt alsof een beetje meer politiek correct. Dus voor mij, nee, dan liever niet. Oké, je mag weer een stapje terug. Kunnen jullie wat dichterbij komen? Ja. Ja. Dan zijn we z'n twee hoor. Gezellig. Wat gaan we doen? Strijden denk ik hoor. Zo gaan we. Nou vertel. Het mag hoor. Jullie zitten in de macht om dat te doen. Ja. Heb jij een vraag voor mij? Ja. Vraag voor jou. Ja. Hoe is de relatie tussen jou en je babymama's? Je babymoeders, sorry. Mag dat eruit? Babymama is niet netjes. Jij bent zelf ook een babymoeder toch? Ja, daarom hoe zeg ik. Hoe is de relatie tussen jou en je babyvader? Met de laatste heel goed, met de eerste niet. Oké, ja. Ik ben heel eerlijk erover. En ik ook, dus precies hetzelfde. Ja, het eentje, ja, het verschilt hè. Het moet altijd eentje vervelend zijn, moet. Ja, als het niet even vervelend is, wat is dat? Dan heb je toch geen leven meer. Ja, je moet toch strijden kunnen toch in het leven. Mensen zijn heel toch? Verschillend. Ja, nee, hartstikke leuk. En dus, ook goede omgang met de kinderen. Ja, we doen ons best. Je doet ons best, ja, ja mensen, we zijn mensen. Ja, ook mensen, toch neem ik aan. Ja, ik doe heel erg kijk, goed. Kijk, zo wordt het. Ja. Vraag voor hem? Jij kookte, hoorde ik. Ja. Wat kook je allemaal? Mensen vinden altijd wel lekker als ik nasi maak of rijst met kip. Bami. Dus dat zijn een beetje de gerechten of van biefstukjes, zeg maar. Mm-hmm. Ik hou van Aziatisch eten, dus ik maak vaak Aziatische smaken. Oké. En wat voor afkomst ben jij dan? Surinaams. Ja. Oké. Duidelijk. Ja. Je hebt echt mooie ogen. Dankjewel. Alsjeblieft. Poes! Je gaat een match. Ja, ja, tuurlijk. Je hebt nog mooiere ogen, vind ik eigenlijk. Dankjewel. Ja, super, bedankt.
Ja. Ja. Ah, kijk. Ze heeft zeker mooie ogen. Ja, en door die mooie ogen heb jij gezien dat, dat hij mooie ogen heeft. Ja, dat komt door jouw ogen. Ja. Goed houden. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, als je genoeg weet, zeg je mee, dan mag je poppen. Zo niet, als jullie verhaal voor elkaar hebben, ga je gang. Oh my goodness. Maakt het echt mooi. Ja, zeker. Okay. Oh, nu moet ik poppen. Nee, je hoeft niet. Als je dan vragen hebt, mag je ze stellen. Even nadenken. Wauw. Ik had dit niet verwacht. Even kijken. Ja, ik zie gewoon... wat voor vragen zou ik hebben? Hebben jullie vragen voor haar? Ja, dat is leuk. Vraag maar eigenlijk. Nou, eigenlijk wel een klein vraagje. Als ik tegen jou zeg, want ik maak ook muziek. Ik heb mijn eigen muziekstudio. Ja. Als ik aan jou vraag van, oké, ben je ready om een keer een song gezamenlijk te maken? Altijd ready. Oké, ja, dat was de laatste vraag. Echt, weet je. Heb jij een vraag voor haar? Ja, kijk, ik hoorde net bij jou dat je financieel onafhankelijk wil worden. Oh ja, ik ben... Wat als je zeg maar daar bent, zou je dan een goed doel willen oprichten? Of iets willen doen voor de maatschappij? Zeker. Ja, ja, ik hou van anderen helpen. Okay. Dat is echt in mijn... ik hou er echt van. Maar één ding, je moet jezelf nooit vergeten. Nee, zeker niet. Je kan iedereen helpen in deze wereld, maar vergeet jezelf niet. Nee, anders krijg je stank voor dank. Dat snap dank ik wel. Yes. Dat heb je ook. Ik ben blij dat ik dit heb gezegd. Weet je wat? Heb je nog een vraag? Nee, doe maar. Ja, maar nee, je hebt geen vraag, dan mag je poppen. Ik mag poppen? Ja. Oh my goodness. Ja, jij praat over muziek, jij praat over eten. Ja, moeilijk. Ga je voor je passie of ga je voor je maag? En ik hou wel echt van muziek. Kan jij piano spelen? Oh my goodness. Hey, weet je, hij mag bij mij in de studio piano komen spelen. Hey, het kan nog gezellig worden hoor. Jullie telefoon niet uit. Hele ik vind het heel erg om te poppen, want we zijn beide heel erg aardig. En ik heb eigenlijk geen reden om te poppen. Dus ja, ik... Oké, aangezien je geen reden hebt. Ik heb echt geen reden om te poppen. Is het een draw? Ja, is een draw, oké. Het is een draw. Ik okay, weet echt niet... Wat zeg je? Oh, jij gaat die keuze maken. Ik ga die keuze maken. Waarom pop jij? Ik gun het hem. Waarom? Ik denk, hun hebben allebei kinderen. Ja. Ik zelf niet. Heb je geen kinderen? En ik denk, nee, en ik denk dat dat een hele mooie match is, dus. Ja. Wauw, wat top van jou. Oh. Maar dat ook weer niet, maar dat ook weer wel. Wel. Ja. Hey, kom even terug, want ik wil even die weer wel, wil ik wel even supporten, man. Super. Oh, dankjewel. Okay. Wow. Zo hoort het. Ja, nee, dat is lief. Super. Ik denk ik zie je match, dus ja. Hey, dat weet je nooit, hè. Het kan altijd al anders gaan, hè. Ja, dat kan misschien anders. Misschien zie ik ze niet goed. Wat zie ik heel goed? Zie ik hier wat ik zie? Of ik dat zie? Ja. Ja. Ik zie hier, denk ik... heb je nog vragen voor mij? Welke ballon had je gepopt? Ik heb geen ballon gepopt, ik kon niet poppen. Maar dus... je moest een keuze maken. Ik moest een keuze maken, ik ben echt een lief. Weet je, we gaan gewoon tot 10 tellen. Ja? En dan heb je één keuze. Welke had je gepopt? Als ik moest poppen... 9, 8, oh my 7, god. 6, ik heb 5, 4, 3, ik had, 2, ik had... 1... Je had mij gepopt. Helemaal geen probleem. Oh, kom terug. Wil je deze man een nieuwe ballon geven? Nee. Jij krijgt een nieuwe ballon. Oké. Okay. Maar wil je het mij hebben gevuld? Gun ik het jou. Oh, wauw. Ja? Oh, Henry. Oké. Ga maar lekker staan. Mag ik een knuffel geven? Ja. Oh, ik zie een match! Nee! Oh my god, Henry. Ja, leuk. Oké, wat ga je? Oh, zo lief. Sorry. Je reageert er ook heel leuk op. Maar vraag je, waarom heb je wel voor hem gepopt en voor hem niet? Ja. Ik piano en hij gaf om een ander. Snap je dat? En dat was eigenlijk, zo ben ik ook. Dat heb je ook gezien bij de vorige keer. Ja. Je bent een beetje zelfles. Als hij niet op terug was gekomen, had hij zijn eigen in de vingers gesneden. Aan je dan meer, help jezelf. Ja. Zo denk ik, sorry. Nee, ja. Nee, duidelijk. Nee, leuk. Pak je match. Nou, kom, we gaan als een match weg. Nou, leuk. Nou, het is echt leuk. Ciao. Thanks. Top! Nou, je hebt een match. Vertel, waarom wil je weer in de race staan?
Ja, toch vanwege die kinderen. Dus het wordt niet echt een match, zeg maar, dan denk ik. Ik moest er even over nadenken. Je kijkt me zo verbaasd aan. Ze is wel echt heel lief. Ze is echt heel lief, maar ik denk, ja, ik toch liever iemand zonder kinderen. De volgende dame mag komen. Oké, oké. Vertel, wat is... Oké, oké. You're a hottie, but I'm... Psh, wow. Verpest mijn hele intro. Vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en waarom... Ja, nee, wat verwacht je van een man? Moet ik me eerst voorstellen of... Ja, dus wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat verwacht je? Nou, ik ben Freaky Mariah en ik ben 30 jaar. Ik kom uit Eindhoven en ik had het al een beetje zien aankomen. Maar wat zoek je in een man, eigenlijk? Iemand die kan omgaan met mijn job, natuurlijk. Duidelijk. Nou, zullen we gaan kijken, want de heren hebben sowieso niet gehoord wie je bent, maar ze hebben al gepopt. Dus we gaan kijken. We gaan kijken waar... Hoe kan je het voelen? Om mijn looks? Maar ik weet het. Oké. Het is niet erg. Nee, maar ik gun je alle beste van de wereld. Maar ik weet wat is wat. Ik ga niet uitspreken. Geen probleem. Oké, loop even mee. We gaan vragen aan onze pop. Waarom heb je gepopt? Ja, ik weet wie ze is. Misschien als ik niet wist, dan misschien. Maar dan zei ze ook, daarna zei ze ook van Freaky Mariah. Dan weet je al. Dus de reden waarom je pop... Een serieuze relatie zou ik niet voor gaan, nee. Duidelijk, geen probleem. Jij? Ik weet totaal niet wie je bent, want ik volg bijna geen internet en zo. Nee? Maar ik twijfel of je bent omgebouwd, ja of nee, man. Omgebouwd? Dat dacht ik even. Je bent mooi, maar ik weet niet zeker, want waar zijn die titels aan? Ja, maar je hoeft toch geen titel te hebben om... Nee, dat is waar. Maar je bent wel lekker, maar ik dacht misschien je bent omgebouwd, dus dat heb ik gepopt. Oh, dat is het. Sorry, is echt waar. Ja, maar het is echt gewoon brutaal. Ja, sorry, maar het is wel echt waar. Ik weet niet zeker. Maar niet iedereen heeft even grote borsten. Want ik had wel een idee van, jij hebt iets, je doet iets in die scene, je maakt doekoe ermee. Waarom laat je die dingen niet maken? Ja, maak wel goede doekoe. Ja, maar daarom, maar niet dat met dacht jou. Ik, oké, okay, bang. Maak ze dan. Dus je hebt er eigenlijk voor, ja, gezegd, was vooroordeel? Ja, weet je wel. Maar niet disrespect, hè. Want dus je hebt mooie haar. Is disrespect. Ja, kan. Dus wel. Ja. Maar ik bedoel, kijk, niet iedereen heeft hetzelfde lichaam. Eén heeft dikke kont, grote tieten, kleine tieten. Maar ik twijfelde, ik mijzelf, de eerste 20 seconden dacht ik weet het niet zeker, dus ik moet. Want daar sta ik voor lul. Maar, nu voor weet ik wel lul. Zeker, je bent wel een vrouw, alleen je moet die bobbies laten zetten. Ja. Hey, ik hoef niks laten zetten. Hoeft niet. Ik maak mijn films gewoon zo. Ik maak mijn films gewoon zo. Ik heb scheid aan iedereen. Ik geloof je. Ik heb fucking scheid. Nee, maar ik bedoel ook niet, je moet niet aangevallen voelen. Oké. Je boos worden. No. Ja, oké. Okay, schelden. Ik zeg net al, je bent een hardie. Ja, alleen, doei. Ik twijfel dat er niet op donderen. Ja, oké. Okay. Doei. Okay. Duidelijk. Ja, heel duidelijk. Waar heb je gepopt? Ik zag je binnenkomen lopen en ik dacht gewoon bij mezelf van, zij is te veel voor me. En toen begon je te praten, begon je over Freaky, dacht van, is gewoon te veel voor me. Hoe te veel? Wat bedoel je met te veel? Ik weet dat ik er gewoon niet ga kunnen bijhouden in het algemeen. Gewoon, ja, maar je kent mij niet. Kijk, wat je online ziet. Misschien wil je op een, weet ik veel, op een vrijdagavond uitgaan terwijl ik zoiets heb van laat me thuis gewoon rustig mijn boek lezen of zo, toch? Ik weet al gewoon, maakt niet uit wat het is, ik ga je niet kunnen bijhouden. Ja, misschien kan het wel of niet. Maar waaruit heb je dat gebaseerd? Gewoon kijken, man. Ja, toch, is indruk, zeg veel toch? Is het de manier hoe ze aanneemt, wat ze even zegt, hoe ze de aura, wat is het eigenlijk? Ja, gewoon enorm veel seksappeal, denk ik. Mm. Ik weet het gewoon is. Oké. Duidelijk. Oké. Vertel, waarom heb je gepopt? Ja, hey, ten eerste, je ziet er goed uit. Dankjewel. Super tof. En ik weet niet eens dat je van internet bent. Ik weet niet. Ik heb je nooit gezien. Dat betekent dus, ik heb je nooit opgezocht. Ja, als ik je dan had opgezocht, ja, dan had ik niet gepopt. Maar ik heb... Echt, maar hoezo niet? Ja, want dan heb ik je toch gezien. Dan wist ik het al van tevoren, hè. Van, oh, dat is wat ik naar binnen ga halen. Maar ja, oké, nee, sorry. Maar verder, super, top. Ik val zelf niet op donker. Ja, want dat is een type. Ik heb altijd een probleem. Ik moet altijd vragen naar je legitimatie. En dan moet ik naar mijn oma vragen. Ken je deze achternaam? Ja? Is het mijn nicht of niet? Yes? Dus verder, super tof.
Ja, je bent een toffe meid en keep going what you are sowieso doing. Sowieso. Yes? Komt okay. Allemaal goed. Dus conclusie, je pop om? Is gewoon niet mijn type. Ik hou niet van mijn eigen huiskleur. Oké, okay. Netjes verwoord. Duidelijk, waarom heb je gepop? Oké, zeg maar, allereerst je kleding vind ik super mooi, echt een 10. Dat is precies wat ik echt mooi vind. Alleen, ik kijk als eerst naar gezicht een beetje en dat, toen dacht ik, ja, iets minder misschien, dus vandaar dat ik had gepopt. Maar ja, mijn gezicht, wat heeft mijn gezicht te maken? Je hebt mooie haren, maar het is niet echt mijn type, zeg maar. Oké. Okay. Zie je toch krullen? Ja, je haar is mooi hoor, je haar is mooi. Maar nu ben ik wel benieuwd trouwens, wat doe je voor werk eigenlijk? Dat heb ik net gezegd. Oh, sorry, ik zat, sorry. Kan je nog één keer halen? Ik ben pornoactrice. Ja. En ik ben stripper. Nu wil ik mijn ballon terug. Wou je jouw ballon geven? Ik had het net niet gezegd, maar ik heb er maar één van de twee, heb ik net gezegd. Oké. Okay. Nee, wil je een ballon? Nee, laat maar ik, het is wel, zeg maar, ze is wel aantrekkelijk en haar baan en zo. Ik val op zulke types. Dus, ja, dat... Dan ga ik je ballon geven, wil je ballon? Oké, okay, doe maar. Oké, okay, breng hem een ballon. Zou je met je baan stoppen als je met mij was? Dus dat je bijvoorbeeld week veel serveerste of iets anders zou doen. En dat iets. Iets anders dan dat. Ja, als je dat van mij vraagt, eerlijk, nee. Niet? Nee. Ook niet als ik zeg maar genoeg geld verdien voor ons beiden? Nee. Oké, okay, dus je vindt het echt leuk? Je wilt echt blijven. Ik ga niet afhankelijk zijn van een man. Snap ik. Ik maak mijn eigen geld, sorry. Oké, okay, nee, dan ga ik hem toch... Ja, je mag dubbel poppen, I don't care. Nee. Maar ik maak mijn eigen geld en niemand gaat zeggen wat ik moet doen. Sorry. Okay. Nee, gelijk heb je. Je moet onafhankelijk blijven. Sowieso. Dat respecteer ik. Dus ja, oké, okay, duidelijk. Mooi. Wat moeten we je helpen met dat ding? Met dat ding? Nee, maar, precies. Ik was geïnteresseerd door die outfit nog. Ik dacht van, hé, mooie outfit. Hé, je hebt het wel goed gedaan hoor. Ja hoor. Doe maar wat. Oké, dus je pop eigenlijk, waarom pop je? Omdat, kijk, dat was echt even die hamvraag van mijn kant uit van, zou je stoppen? En kijk, ze zei nee. En als ze zou zeggen ja, dan zou ik niet poppen, dan zou ik wel doorvragen en meer willen weten. Ja. Wat vind je hiervan? Maar heb je graag controle over vrouwen? Nee, totaal niet. Alleen, ik wil wel iemand die, zeg maar, exclusief met mij is, zeg maar. En je verleden maakt me niet per se uit. Niet? Nee. Oké. Ik hou ja, ik heb hiervoor ook, zeg maar, met prostituees gedate en zo. Oh, echt waar? Dat hoekje, ja. Wat zei je? Dat heeft me heel veel geld gekost. Oké, duidelijk. Vertel, maar door. Maar ik hoorde, het heeft... Nee, heel eerlijk, die meiden, die gingen juist... Als we uit eten gingen, gingen ze juist voor mij betalen en zo. Of samen, weet je wel. Dus het heeft me totaal geen geld gekost. En nogmaals, ik respecteer het echt wat je doet gewoon. Ja, maar ze verdienen goed toch? Ze verdienen goed. Sugar mommy, sugar. In de striptease wereld, in de strip... Ja, ik heb het niet gezegd. Ik was ook stripper. Oh, echt? Oh. Ja, dus je kan voor mij dansen? Ja, zeker. Dat kan. Okay, zeker. Okay. Maar ik doe het gewoon in een videoclip. Je weet toch? Dan kan je naar kijken. Het netjes. Ja, je kan er naar kijken gewoon. Maar ik was het ooit, dus ik weet in wat voor genre, in welke baan dingen waar je in zit. En het is heel lastig om naar boven te gaan en dan ook uiteindelijk de juiste persoon te vinden om ervoor te zorgen dat, hé, he need to support you in that shit. Ja, toch? Ik weet dus, het. Dus ja. Het is heel lastig. Ja. Maar ik heb het geaccepteerd en ik ga gewoon door en nobody's gonna stop me. Ik ga je toch een high five geven. Deze man is zo cute bezig. Oké. Kom maar. Nou, wie is eigenlijk wel je type? Je mag aanwijzen. Geen. Waarom niet? Wie niet? Waarom zijn ze niet je type? Wat is je type? Beetje light skin. Wit, tattoos. Het kan, ja, ik heb niet echt een precieze type, maar ja. Kijk ook naar uiterlijk, innerlijk en iemand die met mij matcht. Hoe donker moeten we nog zijn? Maar. Nee. Wat is dit voor comment? Wat zei je? Ik zeg light skin. Hoe donker moeten wij nog zijn? Ja, maar ik heb geen probleem met huidskleur. Oh nee, omdat je net zegt light skin. Nee, maar ik zeg, het kan een beetje van alles zijn. Kijk, of niet per se wit of donker. Oké. Dan neem ik mijn woorden terug. Ja? Zo netjes ben ik dan wel. Daarom zeg ik jullie moeten de mensen laten uitpraten. Ja. Huh? Jongen. Luister! Ja, nee, maar ik heb geen match voor je kunnen vinden. Hopelijk is het geen probleem, misschien de volgende keer. Sowieso de volgende keer. Oeh, oké. Met knappere mannen ook nog. Oeh. Ja. Oké, boys. Jullie hebben gepopt, nou ben ik ook brutaal.
Ja, hey, je hebt gelijk. Je hebt groot gelijk. Mm-hmm. Ja, hij heeft het al gezegd, hè? Je moet gaan voor jezelf. Hè? Doe en ik hou sowieso niet van mannen die twijfelen. Hé, hey, twijfels? Ja. Hé, hey, je moet ook twijfels hebben in je leven, toch? Waarom heb je geen twijfels? Ja, heb je geen twijfels in je leven? Jawel. Ja, toch? Maar ik ben iemand, als ik iets zeker weet, dan ga ik er sowieso 100% voor. Oké, maar twijfels die zijn er nog steeds. Dus, sorry, ja, als je die man niet leuk vindt, die twijfels heeft, ja, die ga je nooit vinden. Ik dat is een robot. Dwingen. Ik ga dwingen. Oké, okay. Ja, er is geen match hier, in vier zin. Het wordt alleen maar bitchfighting. Ja, ja, oké. Okay. Laat maar. De volgende keer. Dankjewel. Yes. No, boys. Wat is het? Ik bedoel het niet slecht, maar ik twijfel alleen op dat eerste wat ik zei. Maar het is no disrespect naar haar. Klaar, is een mooie vrouw. Alleen ik dacht, ik had al die ideeën, ze zitten in de industrie. Dacht ik, waarom maak je die dingen niet zo? Klaar. Maar het is no disrespect. Ik neem een paar van die woorden wel terug. Weet toch? Weet je? Voor mensen niet beledigen, snap je? Zo. Soms de rest is al hardy. Ik zou er zo boeken als ik het. Soms kan je wel iets disrespectvol zeggen. En zeggen no disrespect. Ja, maar ik bedoel, maar het is nog steeds disrespect, snap je? Ik kom ook niet van hier. Ik volg helemaal geen internet. Ik loop achter op die gebied. Ik kijk, ik denk, oké, ik weet het niet zeker. Nee, is oké. Ze is mooi, maar ik wist het niet. Ik dacht, ik pop het voordat ik voor lul sta. Pop het. Want voor hetzelfde geld zit je net als in Pattaya. Zit je in één keer met eentje die op dollo ooit gehad. Snap je? Dat dacht ik even. Duidelijk. De volgende dame mag komen. Wow. Nee, kom maar hier staan. Ga hier staan. Oké, vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat verwacht je, wat zoek je in een man? Nou, ik zoek een man waarmee ik samen kan bouwen en iemand die, ja, die gewoon alles op een rijtje heeft. En mijn liefdesleven is toch al hopeloos, dus ja, kan toch niet erger. Dus ik dacht, ik geef me op. Gaan ze lachen. Oké, en... Ja, en wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben DJ, influencer en ik run een familiebedrijf. Top. Oké, nou. In het begin had iedereen zijn ballon. Nu maar één persoon. Toen je aanliep, zei hij, wauw. Dus we gaan eerst kijken waarom die guys hebben gepopt. Loop even mee. Houd even aan. Waarom heb je gepopt? Niet mijn type. Like, fysiek, niet mijn type, nee. Wat is wel je type? Ik hou van verschillende vrouwen, maar qua bodytype... Ik weet niet wat dat is, maar het is iets dat mij niet aantrekt. Dat kan. Ja. Duidelijk. Vertel, waarom heb je gepopt? Ja, als je al zegt dat je liefdesleven hopeloos is, dan wat gaat er gebeuren als wij gezamenlijk waren daar? Ik weet het niet, hoor. Dus ja, dat heeft die pop gemaakt gewoon. Maar je vond me wel grappig. Dat is één ding wat zeker is. Ja, zeker. Comedy Factory ga je zeker halen. Ja, ja. Maar okay. Verder, ja, sorry. Nee, verder, je ziet er prachtig uit. Hartstikke mooi. Dankjewel. Yes? Okay. Top. Kijk zo boos en toch... Man, wat is het? Ja, zo, ja. Zo aan de cover. Is gewoon mijn houding, man. Is gewoon mijn houding. Ja. Het is net niet gewoon helemaal de match, weet je. En je begon over bouwen en ik denk bij mezelf van... Gaat al een paar stappen te snel voor me als ik zo hoor, toch? Voor hetzelfde geld wil je volgend jaar al een kind of zo. En, zulke dingen zijn net iets te snel voor me, weet je? Nee, niet per se. Okay. Nee, ik heb het niet over kinderen, maar gewoon over samen reizen, bedrijven opzetten. Oké. Okay. Ja. Jij denkt gelijk aan kinderen, wat, hoezo? Wat voor ideeën voor bedrijven had jij dan in gedachten bijvoorbeeld van jezelf dat je nu DJ bent, toch? Het kan van alles zijn. Oké. Okay. Oh shit, mijn fout. Ja, ja? Ja, je ballon is nu al op de grond. Ja, ben je toch een ballon? Helaas. Ja. Weet je wat, doe maar. Laat het gewoon. Oké. We geven hem een ballon. Gaan we even... We gaan lopen even. Waarom heb jij gepopt? Ik weet niet. Je bent gewoon niet mijn type, man. Dat hou ik bij. Wat maakt achter? Wat is jouw type? Wat maakt haar niet jouw type? Ik weet niet, man. Gewoon instinct, toch? Gevoel. Weet je toch? Waarom? Ik weet niet, man. Voel je red flag of iets? Ja, zo... Nee, man. Dat is het gewoon. Daar hou ik het bij. Maar de kijker weet dan niet waarom je hebt gepopt. Gewoon, ik voel het niet. Maar wij voelen, ze gaan niet voelen wat je voelt. Dus dan moet je gevoel een beetje beschrijven. Ken je Pattaya? Nee. Nee? Ik twijfel bij jou ook zelf als die volgen. Ik weet niet. Snap je? En dat is? Dat is, precies. Ja, ik wil dat niet meer uitspreken, man. Ik voel me slecht, man. Ja, maar nee, het is niet slecht. Het is jouw mening. Maar ze wil weten dus waarom. Ga je nu iets racistisch zeggen of zo? Nee, helemaal niet. Nee.
Nou, zeg dan. Oh, ik converted, you know. Begreep je hem? Nee. Ik dacht, je was man, weet toch vroeger? Zo. Hoezo? Nou, dat denk ik gewoon. En dat is die ding, weet toch. Als ik daar al aan twijfel, is gelijk laag. Zo. Sorry. Wat vind je hiervan? Ja, dat is wel echt onbeschoft. Ja, zeker. Maar ja, hoe moet ik dan? Moet ik dan maar omdat jij het onbeschoft en anders denken, niet toch? Nee, je hoeft je ballon niet op te raken. Ik bedoel het ook echt niet slecht, hè? Maar ik weet gewoon niet, man. Ik zeg, ja. Je bent niet lelijk, maar het kan allemaal, want je ziet het tegenwoordig niet meer. Oh, dus je hebt echt weinig vertrouwen in vrouwen in het algemeen? Nou, dat sowieso, dat is altijd al. Heb je iets meegemaakt waardoor je zo denkt? Zeker weten. Ja, vertel. Vastzitten en zij zoenen, lekker slapen, pijpen en dan jou in de ochtend een kusje op je mond en de boezek zou geven. Oké, ik snap je. Ja. Oh, oké. Dat is die lijn. Neem je niet kwalijk. Nee, hoef ook niet. Ik neem je ook niet kwalijk. En ik gun iedereen het beste, of het nou transgender, she, wat ze ook doen. Dat interesseert me niet. Maar voor mij, op de lange termijn, als ik twijfel, dan ga ik poppen, ja. Dat is het. Duidelijk. Dat is nog hard voor je. Okay. Terug. Alsjeblieft. Oké, nou, loop even naar hier. Ik wil van jou weten, wie is eigenlijk wel je type? Je mag aanwezen. Lastig. Nee, of wie komt er dichtbij? Zit hier niet echt precies bij. Oké, hoor. We houden hem aan. Even naar voren lopen, kom maar naar hier. Nou, ik wilde van jou weten, waarom heb je niet gepopt? Ze is Asian, ik weet niet waar precies vandaan, maar dat is mijn type. Dus toen ze binnenliep, dacht ik wel van de schaal van 0 tot 10 op uiterlijk heb je wel mijn schaal gebroken, weet je. Gebroken zelfs? Ja, dus op een positieve manier. En je zei, je hebt ook een beetje een ondernemersmindset. Zeker. Dus ik dacht meteen bij mezelf van, ik heb een regel, ik neem vrouwen niet snel mee uit eten. Maar bij haar zou ik meteen wel vragen van, hey, welke restaurant wil je? Oh, daar hou ik wel van. Ja. Ik heb liever een sim dan een man met een mening. Ja, ik hou er wel van, dat je mij mee uit eten neemt. Dus je hebt helemaal een sim? Maar wat is jouw afkomst? Nee, maar ik vind het wel lief. Wat is jouw afkomst? Dat is wel een pluspunt. Mijn afkomst is Chinees. Cantonees of Mandarijns? Cantonees. Nice, hoosik. En jij? Hoosik. Ik ben Suzy. Oh, ja. Zou je niet denken? Nee. Nee. Maar wat voor eten hou je? Ik hou van Franse keuken. Oh, oké. Had je niet verwacht? Dat had ik niet verwacht. Oh nee, ik ben dol op Franse keuken. Oké. Ja, dus hoe ben je? Ik ben bijna 30. Oké, hou het even aan, want deze man gaat jaloers worden, gaat hij weer poppen. Rustig aan. Nee. Hou het even aan, loop even naar hier. Oké, wacht. Wat is nu de reden waarom je hem niet zou poppen? Los van net, skip dit, want ik weet hoe je bent. Nee, ik weet hoe je bent, skip dit. Ik wou nog steeds weten waar we eerder over in gesprek waren eigenlijk, wat ze zou willen bouwen. Misschien heeft ze wel iets wat ik interessant vind, misschien ook niet. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik die nog niet gepopt heb. Oké. De bedoeling nu is dat jullie diepgaande gesprekken voeren. Als je vragen voor hun hebt, mag je ze stellen. Als jullie vragen voor haar hebben, laat me weten. Heb je een verhaal? Ja, nou, het kan van alles zijn, zei ik. Ik ben nog ook een beetje in het midden ontdekken waar mijn passie ligt. Mijn passie ligt vooral bij auto's, dus ik wil iets met auto's gaan ondernemen. Ik heb geen idee wat dat kan betekenen. Wat kan dat betekenen? Misschien auto verhuren of zo. Oké, dat klinkt. Of auto onderdelen. Oké. Hoezo heb je zoveel tatoeages gezet? Ja, ik vond, ik had deze al. Dus ik dacht, ja, ik wil even opvulling. Okay. En ik hou van LV. Het is gewoon best wel tijdloos redelijk, in mijn zin. Is redelijk nieuw ook, of niet? Ja. Oké. Nou, dat zie je. Ja, ik ben best wel spontaan. Als ik wakker word met een idee, dan ga ik er gewoon voor. Oké, dat vind ik wel weer nice, eigenlijk. Ja? Ja, en niks heeft een betekenis. Letterlijk niks. Dat vind ik ook wel nice. Oh, nou, dan hoor ik ook voor het eerst, dank je. Yes! Oeh, wat is een moeilijke guy. Oké, nou. Hebben jullie vragen voor haar? Ik weet niet of je ook antwoord wil eerst op die vraag, maar toevallig heet mijn auto Louis. Dit is geen grap voor de mensen die mij kennen. Ze weten dat het mijn auto Louis heet. En ik ben zelf eerste monteur, dus ja, dat Oké, wordt lastig. Maar vragen voor haar nog. Ja, je bent wel een beetje te jong voor mij, want je bent nog geen 30, zei je. Hoe oud ben jij?
Bijna 34. Ja. Oké, ja, normaal val ik ook wel op jonger, moet ik eerlijk zeggen. Wat ben je? Ik ben volgend jaar 30. Ik ben nu 29. Ja, ik ben ouder, weet je. Ik ben zelf 30. Dus ik weet niet wat. Dus jij zoekt echt 30 plus, plus? Nee, ik hou persoonlijk echt wel van dames die wat jonger zijn of ouder. Het maakt niet zo uit, zolang het leuk is. Ja. Oké. Leeftijd maakt voor jou niet uit? Nee, niet zozeer eigenlijk. Weet je? Dus je denkt dat jij te oud voor mij bent, of zo? Ik denk dat jij me misschien te oud voor jou gaat vinden. Van normaal hou je van je leven. Nee, één jaar verschil maakt niet uit. Oké, haal je ballen maar weer op dan. Ja, ik snap deze man niet. Ik geef je wel een ballon. Dus nog hè? Je geeft je wel een ballon. Je houdt wel snel knopen door. Één jaar verschil. Je hoeft niet zo snel een knoop door te hakken. Nee, duidelijk. Oké, dus... Ik heb wel één vraag, want ik zag één mogelijke red flag. Los van leeftijd. En dat dus, is? Kijk, je zei van... Volgens mij zei je wil graag dat er voor je wordt gezorgd of zo. In een romantische manier. Maar wat verwacht je van de mannen? Wat heb je zelf te bieden? Zie je het 50-50 of zeg je van een man moet voor alles zorgen? Ja, een man moet wel voor alles zorgen. Nou, jammer. Sorry. Ik heb wel te vaak van die gehad. Dat ga ik mezelf niet weer aandoen, sorry. Hoe bedoel je daarmee? Wat heb je meegemaakt? Sorry, ik merk nu pas op dat je aan het kouwen bent. Oh, sorry. Mensen, sorry voor het gehoorgeluid. Zou je hem eruit kunnen doen, eigenlijk? We doen het straks wel, ja. Oké. Nee, ja, ik heb in het verleden een aantal vriendinnetjes gehad waarbij het niet helemaal eerlijk was, waarbij ik zeg maar financieel en huishouden meer moest doen. En dat wil ik mezelf niet wel aandoen, dus sorry, nee. Ja, ik ben zelf wel financieel stabiel, maar ik bedoel, als we uit eten gaan, vind ik wel dat een man hoort te betalen. En dat ik word opgehaald, ook al heb ik een paar auto's. Dat maakt me niet uit. Prinses treatment. Zou je wel koken of ook een prins treatment? Ik hou eerder van eten dan van koken. Dus koken, ik kan het wel. Koken doe je ook niet echt. Ja, als je speciaal voor me bent, dan wel. Een keer in het jaar. Ja, wat zijn jouw ambities? Ik heb niet echt ambitie. De enige ambitie die ik echt heb is wanneer ik ergens ben zo goed mogelijk mijn best doen. En gewoon te zorgen dat er het beste resultaat uitkomt. En dat is eigenlijk echt een sportersmentaliteit. Dus als ik op mijn werk ben, dan is mijn ambitie om zo snel mogelijk te werken, zo goed mogelijk te werken. Als ik thuis ben en dan schoonmaker ben, dan is mijn ambitie om zo snel mogelijk alles schoon te krijgen. Wanneer ik nieuwe projecten begin met mensen, dan is zo snel mogelijk alle punten klaar hebben staan en zoveel mogelijk ideeën genereren. Dus mijn ambitie is eigenlijk altijd gewoon zo mijn best te doen en zo lang en goed mogelijk mijn best te doen. Oh, dat klinkt wel goed. Ja, daar hou ik wel van. Ja, toch? Ja, dat zeg ik zelf ook altijd, dat ik altijd zo snel mogelijk wil werken. Ja, toch? En het gaat ja, altijd mijn best om doen. De snelheid zelf, maar ja, je best doen. Ja, precies. Je merkt het waarschijnlijk ook wanneer je met mensen aan het werken bent waar je naar je zin hebt. Iedereen gaat dan stapje terugzetten, weet je. Alles gaat langzaam en zo, weet je. Nee, ik kan daar ook niet tegen. Dat is ook echt mijn grootste irritatie. Als er iets fout gaat, iedereen kijkt naar iedereen van, hey, fuck up, wat is dat? Je heet dat? Ja, nee, ik snap je punt, ja. Ja, je hebt wel een goede mindset, ja, dat wel. En heb je kinderen? Nee, ik heb geen kinderen op dit moment. Oké, beter. Ja, toch? Beter. En wat doe je nu voor werk? Ben part-time beveiliger eigenlijk. Dat eigenlijk, ja. Internationaal of in Nederland? Op dit moment, zover als ik weet, in Nederland. Wat ik dan doe, Nederland. Oh, wel een stabiele job, dat vind ik ja, wel. Ja, sowieso. Is eigenlijk mijn tussenbaan, zeg maar. Sommige mensen zeggen dat ze een tussenmoment hebben. Ik heb gewoon een tussenbaan op dit moment. Dus ja. Eigenlijk. Ja, je mindset bevalt me wel. Dank je wel, ik apprecieer het. Oké, ja. Je weet genoeg? Ja, ik weet ongeveer wel genoeg. Weet jij genoeg? Het is natuurlijk echt speeddaten. Dit is voor mij echt nieuw. Ja, dus heel snel. Ja, ik vind het heel snel. Weet je genoeg? Het is een beetje moeilijk toch. Van, ik zie de mooie dame toch. Maar ik denk dat we uiteindelijk niet op genoeg vlakken gaan matchen. Als ik het zo zie, weet je. En dat is waar ik nu tegenaan loop.
waaruit baseer je dat? Waarom denk je dat? Gevoel, hè? Energie. Ja, snap je? Dat eigenlijk. Dus het gaat ook voor jou? Ja, ik denk eerder vriendschappelijk. Dat we wel goed met elkaar zullen klikken. Ze zegt het gewoon precies goed eigenlijk, weet je. En ook dat we wel ooit zaken kunnen doen. Ja, alleen op romantisch vlak. Nee, ik denk dat we niet elkaars type zijn misschien. Ja. Het is meer de energie hier. Ja. Ja, ik voel het ook. Dus niet echt. Ja. Direct aan het verbinden. Oké, nee. Ga maar lekker staan. Okay. Pop hem niet. Ja, dan mag je pop. Ja, toch. Ah. Helaas. Oké. Nou mensen, dus de reden waarom er gepopt is, energie is niet daar. Kom maar hier staan. Geen match. Nee, maakt niet uit. Misschien de volgende keer. Misschien volgende keer. Dat is goed. Dankjewel. Dankjewel. Doei doei. Doei doei. Nou, de volgende dame mag komen. Nou, vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat zoek je in een man? Ik ben Lunar, ik heb 32 jaar. Ik ben danser, fotomodel. Ik ben ook een supervisor op mijn werken. Ik zoek op de liefde, man. Liefde? Ja, liefde, man. Zoek liefde? Ja, ook. Is het veel dingen die ik zoek. Ja, begrijp ik. Ik moet wel ook vertellen of dank je wel kennen. Oké. Een man heeft gepopt, zoals je ziet. Laten we direct gaan kijken waarom hij heeft gepopt. Even mee. Ja. Vertel, waarom heb je gepopt? Ik voel het niet echt. Is mijn type niet, sorry. Je lijkt me wel heel lief hoor, maar we zouden vrienden kunnen zijn, maar niet meer, sorry. Oké. Ja. Duidelijk. Nou, je hebt dan 4 ballonnen over. Good news. Very good news. Vooral voor hem. En die daar zijn moeilijke gasten. Oké, we gaan kijken waarom ze niet hebben gepopt. Waarom heb je niet gepopt? Ik deed al mijn brilletje af om het toch nog even wat beter te zien. Ten eerste, je ziet er gewoon goed uit. En dus ik wil gewoon meer weten. Daarom heb ik niet gepopt. Dank. Oké, kom dichterbij. Kom. Waarom heb je niet gepopt? Nou, gewoon vrouwelijk. Plus, ik heb een vraag. Wat is je afkomst? Brazilië. Oh, Brazilië. Dat dacht ik. Ja, ik ben half Braziliaans, half Italiaans. Oké dan. Buongiorno. Huh? Hoe zeggen ze dat? Ik weet niet goed. Wat? Buongiorno. Buongiorno. Ja, toch? Nee. Dat is het gewoon waarom ik niet heb gepopt. Maar het kan altijd nog. Okay. Maar het hoeft niet. Oké, waarom heb je niet gepopt? Ja, ze komen wel vriendelijk over. Vind ik. Die zijn pas echt duidelijk. Hè? Vertel, waarom heb je niet gepopt? Kom. Ja, ze ziet er mooi uit. Ik had wel een vraag. Kan ik stellen? Je zei je bent een danser en een topmodel? Ja, niet topmodel, ik ben fotomodel. Fotomodel. Ja. Wat voor danser? Oh, ik dans satirurgie, reggaeton, Brazilian funk, sex heels. Oh, gewoon normale danser. Geen stripper gaan doen. Nee, geen stripper. Nee. Oké. Duidelijk. Waarom kijk je naar mij? Duidelijk. Oké, nou, goed nieuws. Kunnen jullie wat dichterbij komen? Sluit je aan. Nou, dus zeg maar, ja. Ja, gewoon zo. Oké. Circle of trust. Top. Nou, zoals je ziet, 4 mannen hebben interesse in jou. Bij wie zou je eerst willen gaan weten? Dank je. Ik zeg 4 mannen hebben interesse in jou. Ja. Bij wie zou je eerst willen gaan weten waarom ze je niet hebben gepopt? Wie is je type? Hoe is your type? Even kijken. Het is een moeilijke vraag. Ja, begrijp ik. Niemand? Nee. Niet te lang twijfelen. Sorry. Maar hij is een leuke persoon. Ja, begrijp ik. Leuk. Maar niemand is je type, qua uiterlijk, hè? Ja. Je zou ook niet innerlijk willen weten? Ja, misschien wel. Dit is belangrijk ook. Maar dan ben je al 10 ballen de win. Maar oké. Sluit aan. Stop. Jullie mogen dan... Ik begrijp waarom jullie hebben gepopt. Heb je vragen voor haar?
Ik denk dat zij vragen voor mij heeft. Want jij wil het innerlijke weten. Het uiterlijk ben je niet opgevallen, dus jij wil het innerlijke weten. Dus welke vraag heb jij aan mij? Hoe oud heb jij? 37. 37. Ja, dat goed ook. Mm-hmm. Ja, ouder dan mij. Dat is belangrijk. Ja, ja, ja. En jij? Hoe oud ben je? Ik ben 30. Ja, jij bent jong. Oké. Sorry. Je hebt alleen te jong. Oké. Ja. Heb jij kinderen? Ja. Hoeveel kinderen? 6. Jij? 6 kinderen. Waarom schrik je? Ik heb alleen eentje. Ja, ik heb hem niet versleten met pissen. Dat is één ding wat zeker is. Ja, ja, ja. Ja, dus ja, jij hebt er eentje. Ja. Ben je gelukkig met die Eden? Ja. Dat is het belangrijkste. Dus hoeveel het er ook zijn, je bent er gelukkig mee. Ja. Oké, volgende vraag. Jij mag nu vragen aan mijn stem. Oké. Wat doe je op werken? Ik werk bij PostNL. Ja. Ik heb een eigen kledingbedrijf. Ik heb een eigen kapperszaak. Een eigen tattoo shop. Eigen muziekstudio. Alles. Alles eigen. Alles is eigen. Alles is eigen. Ja. Dus, en wat doe jij dan? Ik? Met fotografie doe je. En je danst. Ik dans, okay. Ik ben ook supervisor in mijn werk. Je bent supervisor ook? Van mijn werk wel. En wat, is, werk? Wat is je werk dan? Ik werk bij die restaurant, die foodhall. Wat we eten verzorgen in ze in die boucher. En wat we eten de boucher. In de boucher, ken jij? No. Yo no sé, yo no sé. Ik ken het ook niet. Dus wat we eten? Is schaaldier eten of wat is het? Daar heb je wel te veel typisch. Het is een klein kioskje. Dus heb je daar alles eten daar. Oh, alles daar eten. Ja. Is net als mij. Alles. ja, alles eigen. Alles eigen. Oké. Maar kan je ook koken? Ja, ik kan wel Braziliaans eten en Italiaans. Okay. Ik kan wel koken. Nederlands koken. Nee. Ik denk, nee. Okay. Bij Nederlands moet je ook niet bij me komen hoor. Nee, niet doen. Ik hou niet van zuurkoolstamppot. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. En nog, wat was je leeftijd nogmaals? 32. 32? Ja. En 37 vond je wel gewoon, dat vond je oké? Okay. 37. Ja, want dat ben ik. Dat ja, een beetje oud. Ik had wel 34 of zo. Okay. Je hebt een apart accent. Ja, omdat ik spreek wel Portugees. Ah. En ook Italiaans, daarom. Portugees en Italiaans. Wat, ja, ga je het me kunnen leren? Ga je me kunnen leren? Spaans begrijp ik sowieso niet. Nee, maar de rest, ga je het me kunnen leren? Nee. Nee? Ik ben wel niet hier. Ik ben niet zo goed docent. Ah. Van taal. Oh, van taal niet? Oh, kijk, ze is geen goede docent van taal. Ah, maar andere dingen wel. Oh, oké. Okay. Voor waar ben je wel docent van, hè? Ik ben danser. Ik wil lezen, dansen, geven. Ja. Je bent netjes. Je bent netjes. Nee, is goed. Ik heb soms misschien nog wel iemand nodig voor in de videoclip die een beetje goed kan dansen. Ja, ik doe het wel. Dus ik ben wel benieuwd of je echt gewoon... Kan je een salsa dansen? Kan je dat? Salsa niet zo goed. Niet zo goed, maar je weet wel een beetje de beweging. Ja, ik kan wel een beetje salsa. Ja, want ik zag Wiedep net ook, hè? Even snel. Ja. Hij deed even snel. Hij was ook bewegelijk. Ja. Die kan je ook? Ja. Die kan je ook? Ja? Oké. Okay. Hey, weet je wat? Ik wil het even zien. Of ze het kan. Wil je dansen? Dansen? Ja, ja, nu? Hier? Ja? Kleine salsaatje. Gewoon dezelfde als wat Wiedep zo net heeft gedaan. De basic. Oké. En we kijken of je het kan. En we gaan het gezamenlijk doen. Ja? Okay. Willen jullie muziek of geen muziek? En we kunnen het gewoon zonder muziek, toch? Kan het? Ja. Laten we kijken of je het echt kan. Nee, dit is niet, dit zelf van goh, is niet salsa. Okay. Zeg jij, ik leid jou. Ja, doe maar. Laat maar zien. Hey, oké, ja. Ja, nee. Oké. Okay. Ik heb hem nog steeds niet gepopt. Oh. Nee, nog steeds niet, want je kan. Match? Nee, volgende keer. Volgende keer. Ja. Neem een slokje. Rustig. Het komt goed. Waarom volgende keer? Waarom wil je niet met hem matchen? Waarom wil je niet matchen? Waarom wil je niet... Ja, niet zo, maar
maar ik bedoel, waarom wil je geen liefde? Hij heeft 6 kinderen. Dus? Zo? Ja, is het fel voor mij gewoon. Ja? Hey, ja. Je hebt geluk, want jij zit niet allemaal uit met de poep hoor, want het zou ook vervelend zijn. Eentje, ik vind het te fel. Eentje vindt dat te veel? Ja, ik heb eentje, ja, dan wordt het wel een lastig verhaal, maar alsnog pop ik nog niet. Nog steeds niet, want ik ben wel nieuwsgierig naar je dansskills en gewoon wat je kan. En ja, ik denk dat jij die videoclips wel gaat halen hoor. Dus wat even. Want misschien begrijp ik iets niet. Dus je wil wel met haar matchen, maar niet qua liefde, maar wel qua netwerk. Qua netwerk en qua vriendschap, zeker. Ik denk dat zij wel echt een hele... Nee, 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 ik zoek liefde! Oké, 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 oké. We gaan jou niet boos maken verder, maar dat wil ik niet. Ja? Ja, dat wil ik niet. Echt niet. Oké, qua liefde, ja man. Zeker, liefde. In de music. ga maar staan. Pop. Wat is hier, man? Ja. Je bent een topper. Dank je. You got it. Yes? Maar ik heb één vraag wel. Ja, een vraag. Op seksueel gebied, waar hou je van? Huh? Op seksuele gebied, waar hou je van? Wat is jouw beweging? Ben je kinky of ben je normaal? Best wel brutaal. Jij was poppen, kijk, ga niet aan hou je van? Ja, toch? Brutaal, hij is brutaal. Je weet die vraag toch? Hou je van anaal? Wat? Mag ik wat zeggen alleen? Ik weet niet waarom, maar nu iedereen heeft gepopt, vind ik je wel weer aantrekkelijk. Is te laat! Do you want him? No! Kom. No! Ik heb geen match gevonden, misschien een andere keer. Dankjewel. Dankjewel. Maar. Dank je. Ja. Nou, we hebben dat gehad. Ik heb een paar matches gevonden, maar dan ook alweer niet. Maar geen probleem. We gaan kijken wat de boys ervan vonden. Mensen, mijn stem is wel echt weg. Sorry. Ik doe echt mijn best om nog steeds een episode naar buiten te brengen, terwijl ik doodziek ben. Mijn stem gaat en het verlaat me, het komt weer, het gaat. Maar we zijn er. Vertel, wat is je naam en wat vond je van deze aflevering? Ja, mijn naam is Didi Q en van deze aflevering wat ik vond, ja man, was speciaal, was echt speciaal. Ik heb een paar speciale dames heb ik gezien en ik heb wel gepopt voor eigenlijk allemaal, maar ze hebben allemaal wel een passie waar ze naartoe willen gaan en super tof, dus zeker, ik zie jullie in mijn DM. Wat vond je ervan? Ik zeg eerlijk, het is mijn eerste keer, ik vind het leuk, je hebt me laten lachen en no disrespect naar niemand. Maar alles wat ik zeg is real. 100%. Ik kom een beetje gek over, maar zo ben ik. Weet toch? Maar, hoppie love voor iedereen wel. Hoppie love. Vertel. Ja, ik vond het best wel entertainend. Alleen, jammer dat ik geen... match heb gevonden. Match, klopt. Ook fysiek niet precies wat ik voor zou gaan. Okay. Misschien de volgende keer. Ja, misschien. Ja. Oké. Okay. Sta je wel ervoor open de volgende keer? Zeker. Top, jij? Het was leuk, man. Leuke dames gezien. Ja, helaas niet echt een match per se tussen, maar soms gaat het zo, denk ik, lijkt me. Oké, nou het is wel zo dat heel veel dames kijken. Misschien vinden jullie in jullie DM's een match door deze video. Ik ga nu social media aanmaken, ik ga jou doorgeven. 100%. Ik heb nog niks, ik ga nu doen. 100%. Vertel, vond je ervan? Je hebt een match? Ja, haar innerlijk trok me echt aan. Als ik haar innerlijk kon zetten in het uiterlijk van die derde dame, dan was het voor mij ideaal. Maar ik heb ook niet echt mijn match gevonden, helaas dus. Dus ik moet gewoon verder zoeken. Dus voor Insta misschien. Als iemand me Insta, dan zou het leuk zijn. Ja, mag ik mijn Insta zeggen? Nee, ik plaats het wel. Jammer. Ik ga het wel plaatsen, 100%. Apart, hè? Maar ik loof het. Ik vind het top. Ik vind het tof. Oké, nou, mensen. Vergeet niet, als je wil meedoen met de volgende Pop de Balloon aflevering, vergeet je niet aan te melden. Stuur me via DM, e-mail, maakt niet uit waar. Stuur je naam, locatie, leeftijd, nummer. Voordat je denkt bij een episode, vind je ook een match. Let's go!